Hoewel de school op Donderskamp optimaal functioneert, zijn er toch wat zaken die beter kunnen. Ignatius Mandé, schoolleider van OS Donderskamp, noemt onder andere het feit dat de school vanwege de afstand niet optimaal van leermiddelen wordt voorzien. Er zijn ook gewoon meer dingen, vooral het vervoer. We zitten te kampen met het vervoer. Normaal dat je elkaar vervoer kon optimaal, maar we proberen wel de school in stand te houden. We hebben leraar 1 tot leraar 8, leraar de kleuter tot 6e klas. De leerkrachten die hier zijn, zijn plaatselijke leerkrachten, zijn mensen die hier zijn geboren en naar de stad zijn gegaan, afgestudeerd en terug zijn gekomen in hun dorp. Dus daarom is het zo dat de school optimaal draait. Mandy zegt dat er veel werk aan de winkel is voor wat betreft gezondheidszorg in het dorp. Voornamelijk rond de medicamentenvoorziening die problematisch verloopt. En soms ga je naar de poli en je vraagt naar een medicijn of de mensen die de poli beheersen, de gezondheidszorg, medewerkers hier. En dan vraag je naar iets of ze zeggen van kijk, ik kan je met zo'n medicijn helpen of met zo'n iets helpen, maar het is er niet. Ik heb het niet in voorraad. Toch, het is niet in voorraad. We zitten echt. Het is een beetje lastig. Maar toen de tijd waren we onder MMC. En nu zitten we onder medische zending. En nu pas zie ik dat het een beetje wil gaan. Het wil een beetje gaan. Dus ik denk de komende tijden dan. Ik denk dat ik ook morgen zie wat gezondheidszorg betreft. Donderskamp is een inheems dorp gelegen aan de Wayambo-rivier die ongeveer 200 gezinnen telt.